Wil je leren hoe je zelf je keukeninstallatie als een professional kunt aanleggen? Dan moet je deze video tot het eind kijken. Beste kijkers, welkom weer een aflevering van Anwar. Vandaag ga ik je laten zien hoe je een keukeninstallatie zelf aanlegt met een superhandige perskoppeling, namelijk de Wavin Tigris K5/M5. Dit zijn super fittingen, heel makkelijk te installeren. En wat ook nog super handig is, de doorlaat is 50% groter. Dus mocht je een regendouche hebben of je wil lekker heerlijk een bad nemen, dan is je bad zo gevuld. Want we weten het allemaal, de zwakste schakel van persfittingen zijn natuurlijk de doorlaat. En Wavin heeft dat heel slim opgelost. Dus als je deze video tot het eind kijkt, dan weet je zelf hoe je je eigen installatie voor je keuken kunt aanleggen. Laten we gelijk starten. Om het makkelijk te maken voor degenen die geïnteresseerd zijn, ik heb een link achtergelaten in de beschrijving. En kijk, deze fitting ziet er echt best wel leuk uit. Hè? Ziet er strak uit, mooi. En als je deze toch een keer in zicht hebt, is het helemaal niet zo lelijk. Kijk, dan ziet er gewoon heel erg leuk en gelikt eruit. Warm water. Nou, voordat je gaat beginnen met het aanleggen van je installatie, moet je je keukentekening goed bestuderen. Teken je maten heel goed en duidelijk op de muur. Controleer het een paar keer, want als je leidingen niet goed zitten, dat vinden de keukenmannen niet zo heel erg leuk. En de kans is heel groot dat hij zegt, hoi, tot de volgende keer. Hier komt mijn warm water, hier komt mijn koudwaterleiding en hier komt een T-stuk tussen voor de vaatwasser. En hier heb ik gas getekend. Bij de meeste keukeninstallaties heb je leidingruimte achter je keukenkastjes, maar check dat wel, want sommige keukenleveranciers hebben geen ruimte. En let wel op, achter apparatuur is er vaak geen ruimte. Daar moet je hem dus of in de muur maken of onder de vloer, dus let daar wel goed op. In dit geval heb ik het een stuk makkelijker, want er komt een voorzetmuurtje van 10 centimeter. Dat wordt nog gebouwd, dus wat ik ga doen, ik ga hier 2 en 3 balkjes op de muur bevestigen. Daar komen mijn leidingen en dan kan later de timmerman zijn muur netjes aftimmeren en dan kan de keuken er tegenaan. Nou, die zitten stevig vast. Het is een verloopje van 16 naar koper 15. Zo. En dan kan die gelijk hierin. Nou, die zit stevig vast. Oké, dan gaan we nu meten hoeveel we nodig hebben. 3,10 meter nodig ongeveer. Nou, dan gaan we wat beugeltjes geven. Voordat je de leiding in de perskoppeling stopt, moet je hem natuurlijk wel goed ontbramen. Vergeet dat niet, het is echt essentieel. Anders is de kans heel groot dat je de o-ringen kapot maakt. Kijk, die is ontbraamd. Dan kan die hier gewoon in. Goed erin duwen. En hier zit een gaatje. En dat is om jezelf te controleren. Zodra je het witte buis ziet, dan weet je dat je ver genoeg erin zit. Ja, deze moet later de elektricien het soneren. Ja. Nu kan de muurplaatje erop. Ik eindig hier met een muurplaatje halfduim 16 mm en dat is super handig, want je kan er een hoekstopkaartje erop draaien en dat is ideaal wanneer je een kraan wil vervangen of je hebt onderhoud eraan, dan hoef je niet de hoofdkraan dicht te zetten. En ik gebruik hiervoor deze muurplaats halfduim
16. Deze zijn super handig. Naast dat ze een hele grote doorstroming hebben, heeft Wavi nog een handige gadget toegevoegd. Want wanneer jij je installatie wilt testen op lekkage en je doet dat met luchtdruk, gaat die fluiten. Super handig, dus je hoeft hem niet op te zoeken. Want vaak als je een lekkage hebt, kun je het niet zo snel vinden. Of je moet het met water, testen. Maar dan heb je, als het lekt, lekkages. Volgens keukentekening moet mijn waterleiding op 65 centimeter komen vanaf de afgewerkte vloer. Hier zo. Dan ga ik hem nu afpersen. Wat ook echt super handig is. Wavin heeft zogenaamde multi-jowl koppelingen gebruikt. En dat betekent dat je de meest 5 voorkomende persbekken kunt gebruiken. Dat betekent dus dat je niet nieuwe gereedschap hoeft aan te schaffen. Klaar is Anwar. Mooi, dan is het nu tijd om de koudwaterleiding aan te leggen. Als je een installatie moet aanleggen met minimale drukverlies en een maximale doorstroom met een optimale hygiëne, dan kun je deze Tigris schuifhulssysteem gebruiken. Let wel op, hiervoor heb je wel een speciale tank voor nodig. Naast de M5/M1 heeft Wavin K5/K1. Deze fitting is gemaakt van PPSU, oftewel polyvinylsulfoon. De K5 is technisch hoogwaardig kunststof die bestand is tegen corrosie en temperaturen boven de 200 graden Celsius en heeft een verwerkingstemperatuur van 360 graden Celsius. Vind je het interessant? Laat het weten in de comment en ik zal er een video over maken. Als je een haakse bocht moet buigen en je bent bang dat hij gaat knikken, dan kun je deze handige buigveer gebruiken. Hiermee zal hij veel minder snel gaan knikken. Het enige wat je hoeft te doen is er overheen te schuiven. Hier ben ik de taster aan het maken voor de vaatwasser. Let wel op dat je hem op de juiste hoogte houdt. Dus accepteer je keukentekening, want je wil niet dat de keukenman wegloopt. Ik plaats hier dus een muurplaatje, 16x1/2 duims. En als je verder kijkt, zie je dat ik dadelijk een beluchterkraan erop plaats met een ingebouwde terugslagklep. Hey. Dit is een beluchte kamer met een terugslagklep ingebouwd. Het gaspersprikkelingssysteem werkt hetzelfde als het watersysteem. Gaslijnen heb ik op maat gemaakt en hier draai ik een haakse gaskraan erop. Later mag de keukenman een hittebestendig gaslang erop draaien, omdat er een gasfornuis komt met een oven. Zo, de gasinstallatie is klaar. Het enige wat ik hoef te doen is de gasinstallatie te beproeven. Plekdichtheid. Wil je weten hoe dat werkt? Laat het me weten in de comment en ik zal er een video over maken. Ik heb hier een oude PVC afvoer en deze ziet er redelijk goed uit. Dus deze hoef ik alleen maar te ontvetten en dan kan ik lijmen. Doe wel je persoonlijke bescherming goed op, want dit lijm is best wel een giftig groetje. Dus dat wil je echt niet de hele dag inademen.
ik had graag met 50 mm naar boven willen gaan. Alleen de keukenleverancier wil heel graag 40 zien. Dus we gaan niet eigenwijs doen. We leveren gewoon 40 mm naar boven toe. De keuken kan geïnstalleerd worden, want deze installatie is afgerond. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vond je hem leuk? Geef een dikke duim omhoog. En ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, dan blijf op de hoogte voor nu. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye!